Kijk, ik zie de Pads eigenlijk als, één groot sprookjesbos. Het is hier heel lieflijk, heel mooi. Er is een waterval aangelegd. Dat huis ziet eruit alsof het oud is, maar het is eigenlijk vrij recent. Er is heel veel in scène gezet en nu zoek ik eigenlijk een plek waar dat sprookjesgevoel, dat sprookjesbosachtige, echt het meest aanwezig is voor mijn gevoel. Een wat verstilde plek zoek ik eigenlijk. En ik hou heel erg van bossen met van deze hoge naaldbomen. Daar groeit van dat mos tussen. Ja, hier bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, dit zou wel een plek kunnen zijn. Toen ik werd uitgenodigd voor de Pads, toen wist ik natuurlijk al lang dat dit landgoed naast de voormalige vliegbasis Soesterberg ligt. Dat was een militaire vliegbasis. En ja, ik ben een jaar geleden of zo ben ik hiervoor uitgenodigd. Maar toen dacht ik nog niet van, oh, dan ga ik wat met die vliegbasis doen. Maar ik vond het toen al wel heel interessant dat zo'n verstild gebied als dit pal naast zo'n militair object kan liggen. Maar ik heb daar een hele tijd niets mee gedaan. Totdat wij in het Paltsweekend gingen wij, ja, met de kunstenaars en met Meria gingen we op de Palts of op de Soesterberg vliegbasis lopen. En dat weekend was eigenlijk 2 dagen na de inval van Rusland in Oekraïne. En ineens leek het wel alsof al die militaire objecten daar uit hun slaap waren, ja, wakker geworden als het ware. Ze waren niet meer stil. Ik voelde daar een soort ruis uitkomen. Ik kon niet precies beschrijven wat. Niet in de vorm van geluid of zo, maar meer er was iets doorbroken. Ze waren niet meer onschuldig. En toen werd het voor mij ineens wel heel urgent om die verbinding tussen de Pads en die vliegbasis te leggen. En toen ben ik vanaf daar vertrokken. Ik wil hier een verbinding leggen met dat militaire karakter van die vliegbasis. En ik heb me laten inspireren door dat de grenzen van die vliegbasis, daar staan allemaal van die wachthuisjes, van die observatiehutjes. En dat zijn allemaal dezelfde. Daar hebben ze er 22 van gemaakt, van beton. Ja, heel simpel eigenlijk. Een soort kubusjes met een dak erop. En er kon dan één soldaat kon daarin. En die waren eigenlijk bedoeld om de vliegbasis te beschermen tegen indringers. En aanvankelijk wilde ik echt een 1-op-1 kopie maken van zo'n observatiehutje. Maar dat vond ik al snel te letterlijk. En het was heel gek. Ik constateerde, ik ben speciaal teruggegaan naar de vliegbasis om zo'n hutje helemaal op te meten. Ik had alle maten, ik had een perfecte bouwtekening. Ik had daar een model van gemaakt. En toch leek hij er niet op. Hij leek er qua uiterlijk perfect op. Maar en toch was het niet precies wat ik bedoelde. Dus kennelijk zat die essentie voor mij niet heel anders. Niet in hoe zo'n ding er letterlijk uitziet, maar in de mutatie van wat er nu gaande is. Dat het niet meer onschuldig is, maar gevaarlijk wordt. En toen ben ik van daaruit een tweede model gaan maken van een meer, ja, autonomere variant. Wat gevaarlijker ook. Hij ziet er best eng uit. En, ja, en die wil ik hier in het groot gaan bouwen. Ja, op deze plek. Het materiaal heet Neopor. Dat is een soort styrofoam, een soort piepschuim waar grafiet in verwerkt zit. En dat werk ik af dat het op beton lijkt. Maar het mooie is, het is geen beton. Het materiaal bestaat eigenlijk voor 98% uit lucht. En dat vind ik heel erg goed passen bij al die andere dingen die hier in scène zijn gezet. En die waterval is ook niet echt. Dat huis, ja, het is een echt huis, maar hij is niet 100 jaar oud, ook al ziet hij er wel zo uit. En dat geanceneerde, dat wil ik wel doortrekken op dit landgoed. Dus het wordt een folieachtig bouwwerk wordt het. Ik ben altijd wel een geëngageerde kunstenaar, maar dan laat ik mij engageren door wat er ter plekke gebeurt. Maar in dit geval zie ik wat daar gebeurt wel in verband staan met hier. Het is natuurlijk ver weg, Oekraïne, maar het is, dus in die zin is het wel op een andere manier geëngageerd dan ik normaal doe. Normaal haal ik de input echt letterlijk, ja, uit de plek waar ik werk. Maar ik vind wat hier gebeurt, ik vind het eigenlijk model staan voor wat er daar gebeurt. Rusland naast de Oekraïne en hier Soesterberg naast de Pads als het ware. En dat die twee, ja, zomaar naast elkaar kunnen bestaan. Nou ja, dit is inderdaad zoals er bij Soesterberg een heleboel staan. En de meeste die staan half ingegraven in de grond. Dat vind ik er ook wel spannend aan, want dan is het net alsof ze uit de grond omhoog komen als een soort paddenstoelen. Ja, en toen ik hem afval, dacht ik, was ik wel tevreden dat het gelukt was om hem precies zo te krijgen. En het klopte ook qua maatvoering. En toch dacht ik, ja, maar ja, ik mis eigenlijk de essentie. Ik mis eigenlijk de reden waarom ik dit ben gaan doen. Want het gaat mij helemaal niet om hem letterlijk te imiteren. Waarom zou ik dat doen? Dan zou ik er gewoon eentje lenen van Soesterberg. Zou ik die hier laten wegzetten. Je kan wel van buiten naar binnen kijken. In die zin wordt ook
het perspectief van het publiek omgedraaid. Normaal kruip je er dan in en zou je naar het landschap eromheen kijken. Maar bij deze kijk je gewoon wat er binnenin zit. En ja, misschien is daar iets te vinden, misschien ook niet. Dat zal een verrassing zijn. Ook voor mij nog trouwens. Maar dit is absoluut een wat grimmigere variant, ja. Voor een plek als deze, in reactie op dit sprookjesbos, zou het veel meer een ontregeling zijn.